Gemeente, jongens en meisjes, jongeren, ouderen hier in de kerk, maar ook online met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Een bijzondere dienst op deze startzondag, waarin dominee Mulder zal voorgaan. Het schriftgedeelte dat centraal staat is Johannes 15, de verzen 1 tot en met 12, met als thema dat je groeien mag. Mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande donderdag 12 september begint het catechisatieseizoen. We wijzen u als ouders en betrokkenen graag op de roosters die bij de zondagsbrief gedeeld zijn. Eventueel kunt u die ook na de dienst meenemen vanaf de staattafels in de hal. Verder is er een jeugdwerkrooster opgesteld. Die is niet bij iedere PNL-contact meegekomen. U vindt die roosters in de tasjes die de kinderen van 4 tot 12 hebben gekregen. Maar ook deze kunt u straks meenemen vanaf de staattafels in de hal. Voor de meiden van de Club Talita. Op het rooster staat dat jullie op dinsdag samenkomen. Dat had natuurlijk woensdag moeten zijn. Dan nog even over de inhoud van het tasje. Jongens en meiden, jullie hebben allemaal zo'n misschien wel vreemd poppetje gevonden. Dat poppetje heet een grashoofdje. Het is niet om op te eten, maar het is om met de onderkant in een glaasje water te doen, of in een bekertje water, zodat ook dat poppetje groeien mag, zoals ook wij hopen te groeien in dit seizoen. Dan de collecten. De fysieke collecte is bestemd voor het jeugdwerk en het startweekend. En de bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Na deze dienst is er ruimte voor ontmoeting voor de hele gemeente. Er is koffie, lekkers en fris. En verder is er na de dienst ook een sing-in die aansluit bij het thema dat je groeien mag. We bevelen deze van harte aan. Dat was pagina 1. We gaan nu over naar 2. Jongens en meisjes, een vraag aan jullie. Weten jullie wat de oplossing van deze rebus is? Nou, die B dat wordt een G, dus dat wordt geen. Nou, dan zien we een bij. En geen bij is geel en groen. Geen bij is geen groei. Dus als er geen bijen zouden zijn, zou er heel wat minder kunnen groeien. De bij zorgt voor bestuiving door van de ene plant naar de andere plant te vliegen. Veel soorten fruit, noten en groenten zouden er zonder de bij niet kunnen zijn. Nou, ik hoor je denken, zolang ik snoep en chips heb, kom ik de dag wel door. Maar ook jij weet wel dat je het met gezonde voeding alleen niet redt. Bijen en ook andere insecten zijn erg belangrijk en ons lichaam heeft gezond voedsel nodig. Een wonder van Gods schepping. Mijn vraag aan jullie is of we dit seizoen samen zullen proberen allemaal een soort bij te zijn binnen onze gemeente. Je hoeft natuurlijk geen bijenpak aan om hier door de kerk te vliegen, maar door er te zijn op club of vereniging, door aanwezig te zijn bij kerkdiensten, in de Bijbel te lezen met elkaar, door mee te doen met wat in de kerk te doen is, zo brengen we samen het stuifmeel door heel de gemeente heen. Ook u als volwassene mag bijdragen aan het komen tot het tot en het groeien in het geloof. Stimuleert u de kinderen om juist aan de activiteiten van de kerk deel te nemen. Stelt u de prioriteiten, zodat er ruimte voor is in de agenda's. Bid u mee als er catechese is, vereniging of club. Neemt u de kinderen en de jongeren mee in het gebed, omdat juist voor hen in hun kwetsbaarheid de groei zo belangrijk is. Het thema is dus dat je groeien mag. Tijdens deze dienst wordt er aandacht aan besteed en ook bij de parel sluit het werkje aan op dit thema. Straks na de dienst heeft ook de sing-in dit thema. Ook is er de start van de clubs Talita, Mirjam, Benjamin, Jozef en vereniging Prodeo. Na de dienst is hier op de biemen te zien in welke zaal je kennis kunt maken met je leiding. We hopen jou als kind en jongere te zien bij de activiteiten dat je van dit seizoen en we bidden dat je groeien mag. Als inleiding op de dienst gaan we nu 2 liederen zingen uit de bundel Weerklank, te weten lied 8 en 282. De kerkenraad wenst jullie allemaal een gezegend seizoen en ook een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vorige week zondagochtend na de dienst heb ik samen met jongensclub Jozef en meisjesclub Mirjam deze dienst voorbesproken. Ik zie verschillende van jullie zitten, fijn. En een van de psalmen die jullie hebben aangegeven, waar je zeggen, die is mooi om te zingen, dat is psalm 86, vers 6. En daarom gaan we die nu met elkaar zingen. Psalm 86, het zesde vers. We luisteren ook vanmorgen met elkaar naar Gods geboden. En op deze startzondagochtend doen we dat in de vereenvoudigde versie. En we zingen daarna psalm 1, vers 1 en 2. Ook een psalm die jullie hebben aangegeven. En inderdaad, die psalm past prachtig bij het thema dat je groeien mag. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben de Heere, jouw God. Heb God lief boven alles. Je mag niet aan iets anders meer eer geven dan aan God. Je mag niet vloeken. Praat eerbiedig over God. De zondag is de dag van God. Houd de zondag in ere. Eer je vader en moeder. Heb ze lief. God heeft de mensen geschapen en daarom mag je niemand doden. Je moet altijd trouw zijn aan wat je beloofd hebt. Wees eerlijk en steel geen dingen van andere mensen. Zeg geen verkeerde dingen over anderen en lieg niet. Je mag nooit jaloers zijn op dingen van andere mensen. Samengevat, je zult God lief hebben met alles wat je bent, met alles wat je hebt, met je hoofd, met je hart en met je handen. En je naaste zul je lief hebben als jezelf.
We mogen in ons gebed tot God gaan. We zullen ook een aantal mensen in het bijzonder noemen. We zullen de Heere God danken met zuster Hetty Dekker van de dagbouw Ooglaan 20. Zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis nadat ze aan haar speekselklieren is geopereerd. We danken de Heere God ook met Marcel Hendriksen van de Bosmahof 74. Hij is afgelopen vrijdag geopereerd aan zijn knie. Dat is goed verlopen. We denken aan onze meelevende broeder van de Arend, van de prinses Christina plantsoen, 92-104. En ook aan zijn kinderen en aan het verdere familie, want de afgelopen week zijn vrouw is overleden in de leeftijd van 86 jaar. We denken aan broeder Diepeveen van de nachtbouw Ooglaan 11. Hij is gevallen en heeft daarbij bloedingen in zijn hersenen opgelopen. Hij verblijft in het ziekenhuis in Ede en heeft veel rust nodig met het oog op herstel. We denken ook aan zuster Schuurman van Anker 3. Zij moest afgelopen vrijdag opnieuw geopereerd worden aan haar knie. Dit vanwege een complicatie die is opgetreden. We denken ook aan Luca Hovenstad van de Parallelweg 58. Hij kreeg tijdens het voetballen een bal tegen zijn hoofd, waardoor er een oogbloeding bij hem is ontstaan. En we zullen vragen of het netvlies mag blijven zitten en dat het bloed dat hij in zijn gezicht heeft, in zijn gezichtsvermogen heeft, zijn beeld heeft, dat mag wegtrekken. Zullen we samen tot God gaan. Heere onze God, wat bent u groot en machtig, dat u als de wijngaardenier uw werk wil doen. Wat bent u groot en machtig, dat u daar waar mensen van nature bij u vandaan lopen, dat u mensen in het hart wil grijpen en veranderen. Wil inenten in de wijnstok. En geef, Heere, dat we dan ook groeien mogen. Dat we ook in deze dienst mogen groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heere, voor alle voorbereidingen die voor deze dienst getroffen zijn, voor deze startzondag. Dank u wel voor de voorbespreking met jongensclub Jozef en meisjesclub Mirjam vorige week. Dank u wel voor alles wat gisteren ook heeft plaatsgevonden. Sportieve activiteiten, de ontmoetingen, de gezelligheid. We danken u voor alles wat er was. Voor dat stukje gemeenteopbouw wat ook daarin zichtbaar wordt. En als we zo in deze dienst samengekomen zijn, Heren, dan willen wij u vragen. Verheerlijk uzelf. En u wordt toch verheerlijkt dat als wij vrucht dragen en uw discipelen zijn, dan gebruikt u alstublieft deze dienst om uzelf te verheerlijken. In deze dienst. Maar vorm ons ook, zodat wij in ons hele leven vrucht dragen en u verheerlijken. Dat we anderen mogen tonen hoe goed u bent. En dat het soms pijnlijk is om gesnoeid te worden, maar dat zorgt voor meer groei, meer bloei, meer vrucht. Ja, snoei ons dan vanmorgen, Heren, omdat we meer vrucht dragen. Bind ons op, zodat er meer vrucht komt. Geef dat we als gemeente een vruchtbare wijngaard mogen zijn, vruchtbare ranken in de wijnstok mogen zijn. En help ons om het woord van u vanmorgen te ontvangen, te omarmen en er ook echt uit te leven. En dan kent u ons, Heren, in onze persoonlijke omstandigheden, in onze familieverbanden, in onze contacten, dichtbij en ver weg. En Heren, wij vragen u, ent u ranken in de wijnstok, daar waar we losstaan van u. En daar waar we verbonden zijn in u, Heren, geef op deze dienst ervoor zorg dat we in u blijven. Dat we groeien, bloeien en ook vrucht gaan dragen. Heren, zegent u ook de kinderen van de Parel, als ze ook daar bezig zullen gaan met het thema waar het vandaag over gaat. Geef uw zegen in dat wat ze daar mogen doen. Heren, zegent u het werk van de oppas, het komende seizoen. Zo voor de jongste kinderen van de gemeente mogen zorgen tijdens de diensten. Geef dat de kinderen zich daardoor welkom voelen. In de kerk en bij u. Zegent u het werk van Kinderclub de Parel. Zegent u ze het komende seizoen in alles wat ze bedenken en
ook de kinderen mogen meegeven. Geef dat het tot grote zegen mag zijn. We bidden nu voor de commissie die preekschrijfkaarten maakt. Helpt u hen ook om op een creatieve manier het op papier te zetten. En geef dat op die manier de kinderen ook helder zicht mogen krijgen op u. Zegt u meisjesclubs Talita en Mirjam, als ze ook weer gaan starten. Zegt de jongensclubs Benjamin en Jozef. Heer, zegent u het. En zo zijn er nog veel meer andere dingen die gebeuren, spontaan en georganiseerd. In het bijzonder ook voor de jeugd min 12. Heer, zegent u ons dan ook als ouders. Geef ons wijsheid in onze woorden, maar ook in het leven dat we leven. Geef dat we voorbeelden mogen zijn. En dat we medearbeiders mogen zijn in uw wijngaard. Om onze kinderen te helpen in u te blijven. En vrucht te dragen, net als wij. Heren, wij vragen u ook om arbeiders in de wijngaard. Hier in de kerk, maar ook breder. Heren, stuurt u ze, maakt u ze bekwaam om te dienen. Zegent u ook arbeiders die gediend hebben. En die nu terug mogen zien op vele activiteiten die ze hebben ontplooid. En die misschien dat nu niet meer kunnen. Die teruggetreden zijn. Geef dat ze met dankbaarheid en verwondering het aan u mogen geven. En mogen zien hoe u ook nu doorgaat met uw werk. Heren, wees u ook bij die kinderen, die jongeren, die volwassenen die misschien wel opzien tegen het seizoen. U weet, heren, wat er op ze af kan komen. Hoe school misschien lastig is. Of hoe gezondheid tegenzit. Hoe het intensief kan zijn om keuzes te maken. Heren, wees u bij ze. Zegt u ook de ouderen. Ze misschien zijn vanmorgen of op afstand verbonden. Geeft u ook hen wat nodig is. Geeft dat zij ook in de grijze ouderdom vruchten mogen dragen. Dat ze in u mogen blijven. Totdat u hen oogst thuis haalt. Heren, we denken aan de zwakken. Mensen die eenzaam zijn. Mensen die extra zorg nodig hebben. U weet het, heren, waar onze aandacht naar getrokken wordt. We bidden u, geef dat het iets mag zijn, wat verbonden is met u. En dat we in ons eigen leven uw hand mogen zien en mogen opmerken. Heren, wij danken u met zuster Hetty Dekker dat de operatie is geslaagd. We danken u voor wat u daarin gegeven hebt. En we vragen u ook, heren, geef dat ze thuis weer verder op krachten mag komen. En dat een heftiger operatie niet nodig zal zijn. Zegent u haar zo. Heren, wees u ook bij Marcel Hendriksen. We zijn dankbaar dat de operatie geslaagd is. Maar u weet ook dat nog 6 tot 9 maanden gerevalideerd moet worden. Helpt u hem daarbij. Zegent u hem, zijn vrouw en dochter. Geef dat ze uw zegen mogen blijven opmerken. Heren, het leven neemt soms een wending waarvan je weet dat het komt, maar toch ook wel heftig is. Als we afscheid moeten nemen van een geliefde. Heer, dan denken we aan onze broeder, onze meelevende broeder van de Arend. Hij moest afscheid nemen van zijn vrouw. Heer, na zoveel jaar samen te zijn geweest, is dat nu niet meer zo. Wilt u bij hem zijn? Wilt u hem dragen en geven dat hij hoop mag putten uit uw woord, uit de verwachting die ook zijn vrouw had? Heer, zegent u hem samen met zijn familie, als de gang naar het graf binnenkort gemaakt zal moeten worden. Heer, wij bidden u voor broeder Diepeveen. U weet, Heer, dat hij gevallen is, dat de bloedingen zijn opgetreden en dat hij op dit moment verblijft in het ziekenhuis. U weet van zijn situatie, u weet dat rust heel belangrijk is en dat zorg heel hard nodig is. Maar we dragen hem van harte aan u op, want in uw handen, Heer, is de beste plek. En wilt u dan maar zegen geven. Wilt u hem goed en nabij zijn. En geef dat hij ook mag weten en getuigen. Dat u de wijngaardenier heel dichtbij hem, maar ook bij zijn vrouw is. Heren, wilt u zo voor hem en zijn gezin zorgen. Heren, we denken ook aan zuster Schuurman. U weet dat ze toch opnieuw geopereerd moest worden aan haar knie. Van een tegenvaller, heren. De complicatie die opgetreden is. Heren, we zijn dankbaar dat er zo goed naar gekeken is, dat er een ingreep weer heeft plaatsgevonden.
Maar het is toch ook wel spannend, want gaat het nu wel goed? En hoe zal het gaan? En daarom kijken we op naar u, Heere. Want u bent de Heere, onze Heelmeester. Wilt u dan ook zo voor zuster Schuurman, voor haar man, voor haar gezin zorgen? En geef, Heere, dat ze mag merken en gezegend mag worden. Dat ze ook spoedig binnen huis mag en echt mag herstellen. Heere, we denken ook aan de jonge Luca Hovenstad, die startzondag toch echt op een andere manier viert. Heere, wij bidden u om uw zegen voor hem. U weet, Heere, wat er is gebeurd en u weet hoe kwetsbaar zijn oog was. En nu, Heere, geef dat het netvlies toch mag blijven zitten. Geef dat, ja, dat bloed mag wegtrekken, zodat het zicht weer terug mag komen. Heere, u weet dat dat een kwetsbare plek is voor hem. We dragen het graag aan u op. Wilt u bij hem zijn? Bij zijn ouders, Henri en Marianne. Bij zijn broers. Geef, Heere, dat ze hierin zich afhankelijk weten van u. En ook rijk gezegend mogen worden. Omdat u als de wijngaardenier ook aan hen denkt. Heer onze God, zo slaan we onze ogen op tot u. We zijn dankbaar voor wat u al gedaan heeft in onze gemeente. Het is een teken dat u als wijngaardenier nog steeds aan het werk wil zijn, ook onder ons. Gaat u daarmee door, Heere. En zegent u zo deze dienst. In alles wat we doen, wat we zingen, wat we lezen, wat we horen, wat we bedenken. Geef dat alles in deze dienst zo mag bijdragen aan het dragen van vrucht. Tot het verheerlijken van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Ja, de jongens en meisjes van Jozef en Benjamin, Jozef en Mirjam, die weten wel wat het is. Vorige week had ik hem ook meegenomen en toen moesten er een paar kijken. En op een gegeven moment ging er een vinger omhoog en die zei, het is een wijnstok. Ja, klopt. Het is een wijnplant en misschien zie je het vooral ook wel aan het plaatje, hè? Je ziet de druiven. Maar dit is dus een wijnstok. En we hebben het er met elkaar over gehad vorige week, wat moet je nou doen zodat deze wijnstok gaat groeien. Jullie hebben ook dingen opgeschreven en ja, de zon is nodig, hè? Warmte, licht. Niet alleen zon, maar ook goede grond. Je moet ook snoeien, dus een snoeischaar is nodig. En ja, wat je ook nodig hebt als zo'n wijnstok gaat groeien, een draad, een touw, zodat je die wijnstok heel goed kunt begeleiden. En als het dan goed gaat, dan gaat die groeien. Nou, ruim 3 jaar geleden, toen ik uit Heerde vertrok, kreeg ik van een gezin ook zo'n wijnstok. En toen heb ik hem geplant voor mijn studeerkamer. En intussen, kun je het zien, is die een stuk groter geworden. Is die helemaal omhoog gegroeid en zit die helemaal nu voor mijn raam. Hij is gegroeid. Nou, dat is prachtig natuurlijk, dat zo'n wijnstok van zo klein, zien we het eerste jaar een stuk groeien en het jaar daarna en het afgelopen jaar groeide die zo helemaal voor het raam langs. Prachtig. Alleen, ja, dat heb ik jullie vorige week niet laten zien, maar ik vind druiven krijgen, dat is wel lastig hoor, want kijk maar. Ik heb mijn 2 druiventrossen. Vorig jaar zagen ze er beter uit, maar dit jaar, dus ik ben er niet zo heel goed in. Misschien komt het ook wel doordat er veel regen gevallen is, maar het is nog een hele kunst om ervoor te zorgen dat zo'n wijnstok gaat groeien en dat er ook vrucht komt, ja, en dat je er dan ook echt wat aan hebt. Nou, de Heer Jezus die gebruikt dat beeld ook in het gedeelte waar de preek vanmorgen over gaat. We gaan zo met elkaar lezen uit Johannes 15 over de wijnstok en de ranken. Maar voordat we gaan lezen, nog 1 ding speciaal voor de jongeren. En misschien, jongelui, weet je nog dat die reel op Instagram een tijdje geleden, waarin dominee Van der Ree en ik vroegen, waar willen jullie graag dat er eens een keer over gepreekt wordt? Nou, een aantal van jullie hebben gereageerd, dank daarvoor. En een paar reacties kwamen toch op het volgende neer. Van, hoe werkt dat nou in het geloof? Hoe kan ik nou sterker worden in mijn geloof? Hoe kan ik de geest in mijn leven laten werken? Hoe kan ik groeien? Nou, dat sluit dus heel erg aan waar het vanmorgen en vanmiddag over gaat. Maar om jullie nog verder te helpen,
wil ik graag 3 preken gaan houden over de vrucht van de geest. De eerste preek zal de middagdienst van 6 oktober zijn. Dus dank voor jullie input. 6 oktober, de middagdienst, wil ik graag de eerste preek daarover houden om jullie daarin verder te helpen. We gaan nu met elkaar lezen uit Johannes 15, vers 1 tot en met vers 12. En daarna zingen we over het rechtvaardig volk dat zal bloeien. Psalm 92, vers 7 en 8. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Tot zover.
Na de verkondiging zingen we uit de bundel Weerklank het lied 56. Laat men u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok bent. Daarvan het eerste, tweede en ook het derde couplet na de verkondiging. Het uitgangspunt voor de preek is wat we gelezen hebben. Als kern lees ik nog vers 5. Waar Jezus zegt, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. En het thema voor de preek is dat je groeien mag. Dat je groeien mag. 4 punten lopen we langs. We kijken allereerst naar de wijngaardenier. Vervolgens naar de wijnstok. In de derde plaats naar de ranken. En de vierde plaats naar vrucht. Dus dat je groeien mag. De wijngaardenier. De wijnstok. De ranken en de vrucht. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier bent en u als u op afstand verbonden bent, in het bijzonder jullie jongens en meisjes. Ik kan daar erg van genieten, weet je. Dan zit ik in mijn studeerkamer, achter mijn laptop, en dan kijk ik over mijn laptop heen door het raam, en dan zie ik daar die bladeren van die wijnstok. En wat is die het afgelopen seizoen hard gegroeid. Dan scheen soms het zonnetje zo. En dan keek ik door het raam. En dan zie je zo'n scheut. Nou, je ziet hem bijna groeien. Geweldig, nieuwe bladeren eraan komen. Schitterend. Hij begon aan het begin en is helemaal aan het einde van het raam is die gekomen. Ik kan daar enorm van genieten. En als er dan ook nog mooie druiven aankomen, dan wordt het natuurlijk helemaal geweldig. Maar ik ben er intussen achter dat zorgen voor zo'n wijnstok best lastig is. Ik denk dat ik een veel te dunne draad gebruikt heb om die wijnstok te begeleiden, want hij ging helemaal hangen en ik kan hem eigenlijk niet meer bijspannen. Ik vraag me ook af of ik hem op het juiste moment gesnoeid heb en of ik wel het goede gesnoeid heb. Er komt nu ook weinig vrucht dit jaar. Heb ik misschien verkeerd gesnoeid? Is het misschien omdat het te nat geweest is in het voorjaar? Nee, ik ben duidelijk geen expert als het gaat over zorgen voor zo'n wijnstok. Dat vind ik best wel lastig. Maar weet je er wel veel van weet? Ja, een wijnboer. De expert. De wijngaardenier. Bijvoorbeeld die langs de A12 bij Ede. Daar heb je een wijngaard en daar wordt ook echt wijn van gemaakt. Die kun je kopen. Maar als we de Heer Jezus vanmorgen tegenkomen in dit gedeelte, dan heeft hij ook wijngaardeniers in gedachten. De Heer Jezus die is op dat moment in Jeruzalem. Het is donker buiten. Het is avond, nacht. En ze hebben net ook met elkaar het laatste Pascha gevierd. Het avondmaal is ingesteld. De discipelen hebben hun sandalen weer aangedaan. En nu lopen ze door de smalle straatjes van Jeruzalem. En ze gaan op weg naar de Olijfberg. De discipelen weten, daar zijn we vaker geweest. Maar dan moet je dus Jeruzalem uit en het Kidrondal door. Ja, en weet je wat je in dat Kidrondal kunt zien? Olijfgaarden, maar ook wijngaarden. Ja, daar kun je die wijnboeren bezig zien met die wijnstokken. In de zomer zijn ze bezig met de zomersnoei. In de herfst met de oogst en het wijnmaken. De wintersnoei. En in het voorjaar begeleiden ze de ranken die weer uitlopen. Ja, als je in het Kidrondal komt, dan heb je grote kans dat je daar een wijnboer bezig ziet. Met toewijding, met inzet. Want die weet precies hoe zo'n wijngaard gesnoeid en bijgehouden moet worden. En met dat de Heer Jezus met zijn discipelen dus door het donker gaat, op weg naar dat Kidrondal, zegt hij, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Dat is de eigenaar van de wijngaard, de expert in de wijnbouw. Dat is degene die precies weet wat wanneer moet gebeuren, hoe het moet gebeuren. Hij weet het. En het viel me op dat de Heer Jezus juist in die eerste verse even alle nadruk legt op wat de vader doet. Hij benoemt hem als de wijngaardenier.
In vers 2 lees je dat hij neemt weg, hij reinigt. En daar wil ik op deze stadszondagmorgen graag even een streep onder zetten. Want we kijken elkaar aan. En misschien zeg je, ik ga komend seizoen naar deze club. Ik mag daarbij helpen. Ik ga dat doen. Ik hoor hierbij. Dat is mijn taak. Ja, wat een zegen dat zoveel van ons iets kunnen doen, willen doen, mogen doen. Maar broeders en zusters, wie is er ten diepste aan het werk? Zijn wij dat? Of mogen we vanmorgen zien, de wijngaardenier is aan het werk. De expert. Ja, en wij dan? Ja, dat komt straks. Volgens Paulus zijn wij medearbeiders, maar eerst vanmorgen gewoon even dit punt. Hij gaat het doen. Hij wil het doen. God gaat het komende seizoen aan het werk. God gaat het komende seizoen weer door de wijngaard langs ons als ranken om aan ons te werken. En zullen we dat vasthouden? Zullen we dat niet vergeten? Want zo'n wijngaardenier die is constant betrokken op die wijngaard. En de Heer Jezus die zegt dus, zo is mijn Vader constant betrokken op mijn wijngaard. Zoals die wijngaardenier die ranken niet zomaar aan hun lot overlaat, zo laat de Vader ons ook niet aan ons lot over. Niet in de herfst, niet in de winter, niet in de lente, niet in de zomer. En zullen we hem dan ook aan het werk laten? Zullen we hem dan ook niet voor de voeten lopen? Broeders en zusters, dit mag een stukje ontspanning geven. En ook verwachting. Want wat is nou het allermooiste? Dat is toch als we komend seizoen de wijngaardenier bezig zien in onze wijngaard. Er is toch niks moois dan dat je hem aan het werk ziet. En dat hij ervoor zorgt dat er groei komt. Bloei. Vrucht waar je het nu nog niet ziet. Ja, hoe zie je dat dan? Die wijngaardenier aan het werk laten, dat is mooi, maar hoe zie je dat dan? Hoe weet je dat dan? Nou, misschien denk jij gelijk aan inenten. Ja, dan heb je een wijnstok, jongens en meisjes, die dan staat. En er wordt een inkeping in gemaakt, iets opengetrokken. En dan wordt er een rank gepakt en die wordt ertussen gestopt. En met een touwtje wordt het helemaal vastgebonden. En dan groeit die wijnstok, maar die rank die groeit dan zo helemaal eraan vast. Die vergroeien met elkaar. Nou, de Heer Jezus als de wijnstok, de rank, die groeit vast. Maar daar kun je aan denken. Maar de Heer Jezus noemt dat in dit gedeelte niet. De Heer Jezus noemt wel twee andere dingen die de wijngaardenier doet. Je leest ze in vers 2. Het eerste is, elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En de tweede, en elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Opdat zij meer vrucht draagt. Dat gaat de wijngaardenier dus komend seizoen doen. Hij neemt weg wat geen vrucht draagt. Hoe moet je dat opvatten? Moet je dan bedenken dat die wijngaardenier dan met zijn schaar komt aanlopen, naar die wijnstok loopt en die rank er helemaal afknipt? Draagt geen vrucht. Weg met jou. Is dat het beeld? Ja, als je vers 6 erbij betrekt. En vers 6 is de Heer Jezus ook scherp. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank. En verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Ja, het is heel serieus. En toch denk ik dat je dit ook op een andere manier mag vertalen. Er zijn verschillende uitleggers die erop wijzen dat het woord voor wegnemen, dat is het woord kairo, of airo in het Grieks. Airo, aeroplane, dat heeft juist iets van omhoog gaan, hè? Opheffen. Dat je het zo kunt vertalen met elke rank die geen vrucht draagt, die neemt hij op. Die heft hij op. Die wordt dus niet weggenomen, maar opgeheft. Opgeheven. En dan vastgebonden. Zo'n rank die misschien wel gezakt is, omdat er tegen aangelopen is, of door regen. Die wordt dan vastgepakt en opgenomen, vastgebonden, zodat die toch vrucht gaat dragen.
Nou, broeders en zusters, een van die dingen die wijngaardenier komende seizoen wil doen, is dat dus. Misschien start jij het seizoen wel, ja, met zo'n gevoel van, ik hang er eigenlijk een beetje bij. Ja, ik ben er niet los van. Maar nou, echt vrucht dragen? Als ik heel eerlijk ben, het hangt er een beetje bij. Mag de Heer Jezus u dan vanmorgen, mag de wijngaardenier, de Heere God, u vanmorgen dan als het ware opnemen. En opbinden, zodat je gaat groeien. Zoals Petrus bijvoorbeeld. Petrus, die Jezus verloochende, die het helemaal kwijt was, die door de Heer Jezus werd opgezocht en als het ware werd opgebonden, zodat er toch vrucht kwam. Of zoals een Thomas die zegt, ja, ik wil het wel geloven, maar kan er maar niet bij. Dat de Heer Jezus naar hem toe komt en zegt, mag ik jou opbinden, Thomas? Zodat je toch gaat groeien. Mag de Heer u opbinden. Of laat u het hangen, zodat het inderdaad eenmaal wordt dat je weggenomen wordt en weggegooid wordt, verbrand. Mag hij u opbinden, zodat je toch vrucht gaat dragen. Ja, of dat tweede dan. Ja, je ziet die wijngaardenier dus opbinden, maar je ziet hem ook reinigen. En dan staat er, elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Omdat zij meer vrucht draagt. Ja, ik kwam erachter dat er een wintersnoei is en een zomersnoei. In de winter rigoureus, in de zomer wat minder rigoureus, maar om ervoor te zorgen dat de druiven goed groeien, om ervoor te zorgen dat de druiven goed zon krijgen, worden bladeren weggehaald. Ja, die wijngaardenier die is ermee bezig. Die doet alles eraan, zodat die rank goed vrucht draagt. En dan kan het gebeuren dat een rank die al best een eind gegroeid is, dat die zomaar tot een paar centimeter van de wijnstok wordt afgeknipt. Ja, maar zo'n stuk gegroeid, dat is toch... Ja, dat kan de wijngaardenier doen. Waarom? Omdat die ene knop aan de zijkant, dat die moet uitlopen. En dan gaat die rank veel meer vrucht dragen. Want nu is het alleen maar blad. Ja, dan kan dus best radicaal en rigoureus zijn. Die wijngaardenier is zo bezig dat alles wat de vrucht in de weg staat, dat moet weg. Alles wat energie wegneemt van de vrucht, dat moet aan de kant. Zo wil de wijngaardenier ook bij u, bij jou en bij mij snoeien. Zodat je goed groeit, dat er vrucht groeit en dat die vrucht ook echt kan ontwikkelen. Broeders en zusters, oudere jongeren, jongens en meisjes, mag die wijngaardenier bij u, bij jou snoeien? Mag hij dingen wegsnoeien die vanuit zijn perspectief bij jou weg moeten? Vanuit ons perspectief zeggen misschien, wow, wat is dat prachtig gegroeid. En dat de Heere zegt, maar dat moet eraf. Want daardoor komt er geen vrucht. Hij snoeit. Hij groeit niet. Ja, en snoeien, dat doet pijn. Dan moeten er dus dingen weg. Misschien heeft u ook wel eens zo'n snoeiervaring gehad in je leven. Dat er iets zich groeide in je leven, het ontwikkelde. En voor je gevoel, knip. Ging er zomaar een stuk vanaf. Je carrière, knip. Relatie, knip. Gezondheid, knip. Zou het de wijngaardenier kunnen zijn die gesnoeid heeft? Ouder doet pijn. Maar zou het misschien kunnen zijn met het oog op meer vrucht? Dat hij vanuit zijn perspectief zegt, ik snoei dat uit je leven, zodat ja, er meer vrucht komt. Ja, zeg je, auw, waarom moet dat nou? En dan kunnen heel wat vragen leven. Maar toch dit. Als de wijngaardenier snoeit, en dat doet pijn, is de wijngaardenier het meest dichtbij. Dus als hij pijn heeft, omdat er gesnoeid wordt, hoop ik dat dit een troostrijke gedachte mag zijn. Want de wijngaardenier die wil graag dat er vrucht komt in ons leven. Vrucht aan die wijnstok. Ja, dan gaan we naar het tweede dus. Want die wijngaardenier die gaat dus hard aan het werk komend seizoen om die wijnstok te voorzien van prachtige wijnranken die groeien en die vrucht dragen. En de Heer Jezus die zegt dan, ik ben de ware wijnstok.
vlakbij het Kidrondal, zegt hij dat. Waar hij olijfgaarden ziet, schitterende wijngaarden. Maar ook waar Gethsemane ligt. Hij zegt dit op het moment dat hij vlak daarna doodsbenauwd zal worden. Waar Judas hem zal verraden met een kus. Hij weet wat hij zal gaan doormaken. Het angstzweet zal hem aan alle kanten uitbreken. Hij zal worden afgekapt. In als dood door hout behandeld en ja, zo in het graf gelegd worden. En deze woorden zijn dus een afscheidswoord. En hij weet wat hij zelf moet doormaken. Maar hij weet ook wat zijn discipelen moeten gaan meemaken. En daarom, ik ben de ware wijnstok. En weet je wat de Heer Jezus nou het meeste zegt in dit gedeelte? Dat is het woordje blijven. Het woordje wordt in 11 versen 10 keer gebruikt. Dat is een kernwoord. Ik ben de ware wijnstok. Tegenover allerlei andere wijnstokken, allerlei andere dingen waar je aan verbonden kan zijn, ben ik de ware. En de discipelen die kennen Jesaja 5, de wijnstok, Israël, brengt slechte vruchten voort. Maar ik ben de ware wijnstok, ik breng goede vruchten voort. En dan zegt hij dus, blijf in mij, blijf. En ik denk dat je het zo voor mag stellen, jongens en meisjes, dat de Heer Jezus daar dan straat in zo'n smal straatje. Klein, heuvelachtig is het, dus het loopt naar beneden. En er zal waarschijnlijk ook wel een fakkel bij geweest zijn, stel ik me voor. En er staat er zo'n kring om de Heer Jezus heen van discipelen. En dan zie je hun gezichten en met verwachting van wat gaat de Heer Jezus nu vertellen. En dan kijken ze naar het gezicht van de Heer Jezus. En dan kijkt de Heer Jezus ze aan en zegt hij, blijf in mij. En daarin zien ze de liefde. En ze horen in zijn stem de hartelijke liefde. Ja, dat blijkt ook wel uit vers 7. Hè? Want in vers 7 zegt de Heer Jezus, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Dit is machtig. Een paar keer gaat de hemel open en spreekt God. En wat zegt hij dan? Dit is mijn geliefde zoon. Ik hou van hem. De liefde van de Vader voor de zoon is zo intens. Groter dan wij ooit kunnen voorstellen. En de Heer Jezus op dit moment, die kijkt zijn discipelen aan. En die zegt, blijf in mij, want ik hou van je. Blijf in mij. Want ik heb je lief. Hij in zijn liefde wilde die vanuit hemelse heerlijkheid komen. In barre grond. Hij vertelt zijn liefde. Hij toont zijn liefde. Hij wil zijn liefde geven totdat hij afgekapt wordt. En aan een vloekhout hangt. Zo in dat straatje in Jeruzalem. Kijkt de Heer Jezus zijn discipelen en zijn kerk aan. Hij kijkt je vanmorgen aan. En hij zegt, blijf in mij. Blijf in mij. Blijf in mij. Ouderen, jongeren, blijf in mij in je tegenslagen. Blijf in mij als je veel ervan voelt. Blijf in mij als het gevoel soms weg is. Blijf in mij in voorspoed. Want ik hou van je. En alleen in mij draag je vrucht en heb je toekomst. Ja, blijkbaar kun je dat dus doen. Niet doen. Loslaten. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben moeten doen. Hey, jongens en meisjes, misschien heb je op vakantie afgelopen keer vrienden gemaakt. Was misschien wel ergens. Was een leuke jongen, leuke meid. En jullie hebben samen heel veel gespeeld. En ja, toen ging jij of gingen die anderen naar huis en dat vond je echt niet leuk. Want je wilde bij hem blijven. Bij haar blijven. Ja, soms is afscheid nemen wel heel moeilijk. Dan wil je bij iemand blijven. Na vakantie. Maar misschien ook wel op een andere manier. Dat je zegt, als iemand sterft. En dan zegt de Heer Jezus, blijf in mij.
Er zit dus een verlangen in deze woorden van ik wil heel graag dat we bij elkaar blijven, want je kunt zomaar uit elkaar groeien. En als je goede vrienden bent met iemand, dan kan het gebeuren dat je iets moeilijks meemaakt en dan ben je niet meer bij iemand. Dan ben je niet meer bij iemand, dan doet je pijn. Het kan ook zijn dat je vrienden bent en je krijgt ruzie en ontstaat afstand. Het kan ook zijn dat, en nu ben je hele goede vrienden, of 3 jaar geleden was je goede vrienden, en nu speel je eigenlijk nooit meer met hem. Je groeit uit elkaar, je bent niet meer zo bij elkaar. Zo kan dat dus ook gebeuren bij de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus vanmorgen ons aankijkt en zegt, blijf nou in mij. Maar dat wij moeten zeggen, ik blijf eigenlijk niet in u, Heren. En dat je misschien wel zegt, ja, ik voel zo weinig van het geloof. Doet me zo weinig. Ja, maar ben je wel in hem gebleven dan? Je kunt namelijk ook een onreine rank zijn. In Johannes 13, vers 11 zegt de Heer Jezus, jullie zijn niet allemaal rein. Gebruikt hetzelfde woord als in dit hoofdstuk. En dan gaat het over Judas. Judas is niet rein. Zo dicht bij Jezus. Verbonden. Maar toch niet rein. Een onreine rank is een rank die alleen maar wil profiteren. Die geen vrucht geeft. Wildgroei. Die zijn eigen weg gaat. Broeders en zusters, jongelui. Is dat misschien er aan de hand? Dat je een wilde rank aan het worden bent. Dat je niet in hem blijft. Dat het weinig voorstelt in je leven. Gaandeweg gaat de Bijbel minder open. Gaandeweg vouw je je handen minder. Gaandeweg doet het je minder en je laat het ook maar zo. Dan is vers 6 wel serieus. Want wat gebeurt er met een rank die totaal geen vrucht draagt? Ja, die wordt afgekapt. Die wordt afgesneden. Die gaat bij het GFT. Of op de hoop die in de brand gaat. Het vuur erin. Verbrand. Beeld van Gods oordeel. Ja, God gooit jou dan uiteindelijk weg. Auw. En daarom, zie vanmorgen de Heer Jezus. Vlak voor Gethsemane. Die afgehakt wilde worden. En die zegt, discipelen, we zien elkaar straks niet meer. Jullie gaan een hele moeilijke tijd tegemoet. Maar blijf alsjeblieft in mij. Kom bij mij. Blijf dicht bij mij, want anders gaat het mis. En dan gaan we naar de ranken, want die horen dat. Die horen die woorden van Jezus. Ja, blijf in mij, maar Heer Jezus, wij zien u straks niet meer. Blijf in mij, zegt u, Heer Jezus, maar straks dan kunnen we u niet meer ervaren. Hoe moeten ze dat eigenlijk doen? Want ja, nu kunnen ze, op dat moment dat hij het zegt, kunnen ze heel dicht bij hem gaan staan. Ervaren ze, horen ze zijn stem, zijn ademhaling. Maar straks? Nou, 3 dingen. Volgens mij zegt de Heer Jezus daar 3 dingen over. En het eerste is, blijf in mijn woord. Vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Jullie kunnen het doen met mijn woord. Laat dat nou in jullie blijven. Als je dat woord van mij binnen laat komen, dan blijf je in mij. En jongens en meisjes, jullie ouders koken misschien wel elke keer ongeveer hetzelfde. Niet elke dag hetzelfde, maar nou, toch wel regelmatig dezelfde dingen. Maar misschien zijn jullie ook wel eens geweest in zo'n restaurant waar je alles kan pakken. Dan mag je met je bordje rondlopen en dan heb je daar zoveel. Je kan dit pakken en dat pakken. Nou, misschien loop je wel naar de patatjes. Pak je eerst lekker patatjes, want ja, dat ken je. En denk je, ja, zal ik nu nemen? En dan zie je op zo'n schaal zie je iets liggen waarvan je denkt, ja, dat heb ik nog nooit op. Ga ik toch proeven. En met de tang pak je er iets ervan af, leg je op je bord en dan ga je naar je tafeltje toe, ga je zitten. En dan pak je de patatjes, ja, je weet hoe dat smaakt, die schuif je zo weg. Maar op een gegeven moment dan pak je dat ene dingetje, snij een stukje af. En die stop je in je mond, want ja, het is toch al een beetje apart. En proef je het even zo met je tong, van is het wel lekker, kan dit wel? Nou, en daarna ga je er zo kauwen, ja. En dan slik je door. Dat gaat heel bewust. Nou, weet je wat de Heer Jezus hier bedoelt met deze woorden?
Als mijn woorden in je blijven, dan is dat niet als die patatjes achterover gooien van nou ja, heb ik toch wel wat binnen. Maar dat je het als het ware proeft met je tong, is erop koud en dan doorslikt. Dat je zegt, Heer, die woorden van u, die wil ik echt binnen laten komen. En zo snoeit de Heer ook. Want hij zegt in vers 3, u bent al rein vanwege het woord dat ik gesproken heb. Reiniging vindt dus plaats door het woord van Jezus. Dat is scherp. Dat is het sap wat ons vormt en snijdt. Dus wil je in de Heer Jezus blijven? Blijf in zijn woord. Dat is de eerste. In zijn woord blijven. Het tweede is, blijf in zijn liefde. Vers 10. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Dat is een belofte. En dat houdt dus in dat als je die woorden van God binnen laat komen, dat je dan niet denkt van, ja, dat is zomaar koud, dat moet maar, dat is niet meer nodig. Nee, dat spreekt dus liefde uit. Want waar je de liefde eruit haalt, waar liefde geen rol speelt in jouw spreken over God, over godsdienst en de kerk, haal je het hart eruit. Dan snap ik dat je zegt, ja, ik vind er niks aan. Maar daar waar je het kloppende hart van de Heer Jezus ziet, daar proef je zijn liefde. Dat doet hij. Hij houdt van ons zoals wij nooit van hem kunnen houden. Hij heeft lief zoals wij hem nooit kunnen lief hebben. Maar in hem blijven betekent dus dat je zijn woord binnen laat komen en dat je daar de liefde van de Heer Jezus achter ziet. En dat als je dan spreekt over God, dat je spreekt over een God die liefde is. En als je het dan hebt over het dienen van God, dat het een liefdedienst is. En als het dan gaat over de kerk, dat het dan gaat over de kudde waar de Heer Jezus en de Heere God zo van houdt. En dan zegt de Heer Jezus erbij, dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Wilt u blijven in de liefde van de Heer Jezus? Dan zegt de Heer Jezus vandaag, mijn Vader heeft mij lief, op een machtig grote manier. En op die manier hou ik van jullie. En als je in mij wil blijven, moet je die liefde doorgeven aan elkaar. En dan zie je daar die discipelen weer staan, in dat gangetje daar in Jeruzalem. En ze kijken eens naar elkaar. Ja, wij wilden elkaars voeten niet wassen. Oké. Ze maakten ruzie over wie de meeste was. En de Heer Jezus die kijkt ze met liefde aan en zegt, blijf in mij en geef mijn liefde dan door aan elkaar. Broeders en zusters, het komende seizoen. Laat het toch niet zo zijn dat doordat je die liefde niet aan elkaar kwijt kunt, dat je niet in hem blijft. Ja, dat is het tweede. En het derde is dan blijdschap. Vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Daar gaat het dus om. Blijdschap. Ja, terwijl er straks verdriet is. Hij heeft het over vreugde. Terwijl ze straks angstig zullen zijn. De Heer Jezus die wijst erop, als je nou in mij blijft, is er altijd reden om je hart te verheugen. Omdat er in mij perspectief is. Hoop. Omdat er in mij altijd een toekomst is. Het loopt nooit dood. Hoe heftig je ook gesnoeid wordt. In mij heb je nou voor altijd een God die voor je zorgt. Nabijheid. Eeuwig perspectief. Blijdschap. Broeders en zusters, vindt u het geen wonder? En mogen wij niet overweldigd worden door wie Hij is? Mag je daar geen lach van krijgen op je gezicht? Vreugde in je hart. En als je dat lastig vindt, dan mag je ook nog in gebed blijven. Vers 16. Zou de Heer dan niet willen geven wat hij zelf belooft? Want hij wil heel graag dat de vrucht komt. En dan zijn we dus bij het vierde. Mijn gardenier, de wijnstok, de ranken en uw vrucht. Ja, en als ik daar goed naar kijk, hè, en we zien zo'n wijnstok voor ons, die groeit en er ontstaat dan vrucht,
Daar vallen me een paar dingen op in wat de Heer Jezus erover zegt. 3 dingen. De Heer Jezus heeft het over dragen. Hij heeft het niet over druiven. En hij heeft het over veel. Hij heeft het over dragen. Ja, het kernwoord van dit gedeelte is dus blijven. Maar een ander kernwoord is dragen. De Heer Jezus zegt niet dat wij maar vruchten moeten creëren. Dat we maar heel veel vruchten moeten voortbrengen zelf. Nee, hij zegt blijf in mij, dan draag je vrucht. Je mag ze dragen. Onze focus hoeft dus niet te zijn, draag ik wel vrucht? Is er bij mij wel vrucht te zien? Maar onze focus mag zijn, blijf in hem. Want dan is de belofte van de Heere, je draagt veel vrucht. Je draagt ze. En de wijngaard die snoeit, zodat je des te vaster aan hem komt te zitten. En dan mag je die vruchten dragen. Ja, en dan gaat het dus niet zozeer over druiven. De Heer Jezus heeft het niet over druiven, ook niet over trossen, wel over vrucht. En ik heb me afgevraagd, waarom is dat? Zou er misschien iets in zitten? Hij heeft over een wijngaardenier, een wijnstok, ranken, je zou kunnen zeggen wijnranken. Zou het misschien gaan om de wijn? Ik denk het wel. Waarom? Nou, wijn staat in de Bijbel voor blijdschap. Wijn staat in de Bijbel voor vreugde, voor het volle leven. En de Heer Jezus zegt dus in vers 11, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dat is wat de Heer als doel heeft. Hij wil vreugde brengen. Hij wil blijdschap geven. En die blijdschap mag dan bij ons binnenkomen en uitgedragen worden. De vreugde van de wijn. Het volle leven met hem. Ja, wie werkelijk God kent. En die liefde van de wijngaardenier ziet. Ja, die heeft reden om vreugde te hebben. Vreugde over de wijngaardenier die snoeit met wijsheid. Vreugde over de wijnstok die met ons verbonden wil zijn. Vreugde over het sap van de geest die vrucht doet dragen. En dan gaat het dus over veel. Ja, als je dit gedeelte leest, dan zie je een opbouw. Vers 2, geen vrucht. Vers 2b, wel vrucht. Vers 5, veel vrucht. En in vers 16, blijvende vrucht. Ja, het is een belofte in vers 5. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat is geen opdracht. De Heer Jezus zegt niet, draag nou veel vrucht, gemeente. Maar hij zegt, blijf in mij, want dan draag je veel vrucht. Zie je daar dat groepje discipelen staan? Een van die gezichten die we zien, is van Simon Petrus. Simon Petrus, blijf in mij. En ik en u, dan draag je veel vrucht. Simon, kun je niet 1 uurtje waken? Nee. Simon, waarom sla je nou het oor van Malchus af? Simon, waarom verlaat je Jezus nu, terwijl je dat niet zou doen? Simon, waarom verloochen je Jezus nu? Wie in mij blijft en ik en u, die draagt veel vrucht. Wanneer komt er nou veel vrucht? Na de opstanding en na de uitstorting van de Heilige Geest. Dan vult God, de Heer Jezus, vult Petrus zo. Dat hij er helemaal vol van is, dat het door hem heen stroomt. Dat niet anders kan, of het wordt zichtbaar in zijn leven. Broeders en zusters, zou de Heer ook niet in ons leven veel vrucht willen geven? Blijven we in hem, opdat er veel vrucht komt? Of neemt u genoegen met uw huidige status? Of zegt u vanmorgen, Heer, als u nou zo bent, neem mij maar, snoei mij maar, ook als het soms pijn doet. Neem mij, snoei mij, want u weet precies hoe ik zijn moet. Wijngaardenier, neem me op, zodat ik houvast heb. Neem weg wat niet goed is. Wijnstok, vul mij met uw liefde en laat mijn nieuwe liefde blijven.
Laat mij een rank zijn die in uw woord blijft, in uw liefde blijft, in uw blijdschap blijft. Ja, geef dat de ranken groeien met vrucht, blijdschap, met veel vrucht. Ja, laat me in u blijven, groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok bent. Amen.
Zullen we samen danken en bidden. Heere God, u bent de wijngaardenier. En doe uw werk ook het komende seizoen in ons. Heere, neem op wat hangt. Opdat het zal groeien en dat er toch vruchten voortkomen. Heere, snoei ons. Doe dat met beleid en wijsheid. Snoei maar, Heere, snoei dat weg wat vrucht tegenwerkt. Heere, dat doet u met wijsheid, maar het doet soms ook wel heel veel pijn. En Heere, wij snappen soms ook niet waarom dingen moeten gebeuren in ons leven. Wij leggen het bij u neer, Heere. En we vragen u, wilt u ook alstublieft snijden door uw woord in ons hart? Snij zo dat ons leven gevormd en gekneed wordt, opdat wij ranken zijn, verbonden met de wijnstok, die veel vrucht dragen. Heer Jezus, u bent de ware wijnstok. U weet, Heere, dat er veel is waar we ons aan kunnen verbinden, waar we in willen blijven, wat zo belangrijk is voor ons. U bent de ware wijnstok. En als we in u verbonden zijn, dan dragen we veel vrucht. Geef dat niemand van ons los van u is, maar dat wij allen in u zullen blijven. We danken u voor uw hartstochtelijke liefde die u geuit heeft in Johannes 15, maar in heel uw woord, en dat dat tot op de dag van vandaag zo is. Dat u onbruikbare ranken wilt inenten en wilt laten vergroeien met u. Heere, dank u wel voor dat werk wat u al in ons gedaan heeft. En gaat u daarmee door, Heere. Versterk wat u gewerkt heeft. Bind op. Beleid, geleid en snoei. Heere, u bent de wijnstok. Geef dat velen op deze aarde mogen worden ingeënt in u. Hier, misschien wel vanmorgen aanwezig. Breder in Veenendaal. In deze hele wereld. Heere, geef dat mensen, waar ze ook leven, hoe hun opvoeding geweest is, waar ze ook naartoe willen, dat ze verbonden mogen zijn in u. En dat ze zo ook op hun plaats vrucht mogen dragen. Grote God, we bidden u zo om de uitbreiding van uw wijngaard, van uw koninkrijk. Geef dat die mag groeien, bloeien, totdat eenmaal de oogst daar zal zijn. Heer onze God, wij bidden u voor alle ranken. Heere, geef dat niemand van ons zal moeten worden geworpen in het vuur. Heere, dat zou verschrikkelijk zijn. Maar geef dat we in u zullen blijven. Heere, ook als we misschien het gevoel er niet altijd bij hebben, of als we heel makkelijk of door een bepaalde situatie u zomaar verlaten, Heere, wilt u ons daarvan laten bekeren. Omdat we niet verloren gaan, maar omdat we in u zullen blijven. Heere, geef dat we in alles wat u tot ons zegt, uw liefde zullen blijven zien. Dat het niet koud en kil wordt. Bewaar ons ervoor, Heere, dat het afstandelijk is. Maar geef dat ons hart mag opengaan. En geef dat we zoals ranken in uw blijdschap mogen blijven. En vreugde vinden in u. En Heere, dan kunnen we dat niet uit onszelf. Simon Petrus en de andere discipelen konden dat ook niet. Maar waar u met uw geest werkt, daar stroomt het in ons en daar stroomt het naar buiten. Dan is het met Pinksteren te zien. Heere, zou u met uw geest niet opnieuw zo kunnen werken? Werk zo in ons. Verstevig de band die er is, dat wij werkelijk in u blijven. En ook in de stormen niet loslaten, maar dat de vrucht komt. Dank u wel dat u veel vrucht belooft. Laat dan de vrucht ook maar groeien, Heere. Geef dat we zo vrucht dragen dat u erin verheerlijkt wordt. Vergeeft u het ons, Heere, als we misschien te veel bezig zijn geweest de afgelopen tijd met verkeerde dingen. Met dingen die misschien goed zijn, maar die ons toch los hebben geweekt van u. Heere, ga zo met ons mee deze zondag. Geef straks goede ontmoeting als er koffie drinken is, als er nog een sing-in is. Heere, geef uw zegen ook over de middagdienst, als het ook een dienst is in het teken van Startzondag en ook een doopdienst.
Geef dan ook aan ieder die erbij betrokken is wat nodig is. Omdat het een dienst is waarin u als wijngaardenier aan het werk bent. Snoeit en bindt. Omdat er veel vruchten zullen komen. Heer, verheerlijk zo uw naam. Want u bent het waard om te ontvangen alle lof, alle dank en alle aanbidding. Tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor het werk in de wijngaard. Vervolgens zingen we zo mogelijk staande onze slotzang. Dat is Psalm 52, vers 6 en 7. Maar ik zal als de olijfboom groeien.
wijs erop dat de parel ook vanmorgen is bezig geweest met het thema. En als het goed is, hangt nu straks of anders bij de middagdienst, hangt daar in de hal een prachtig werk wat ze gemaakt hebben. Kijkt u er gerust naar. Er is ook gelegenheid voor koffie drinken voor iedereen. En straks ook nog een sing-in. Ontvangt u nu biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.